Als ik win, krijg ik een dag jouw performanten. En als jij wint, krijg je een dag mijn Joes. Mara! Knol Power! Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en mag ik eventjes de aandacht voor hoe lekker deze tosties zijn? Dit is niet normaal. Ik bedoel, je kan allemaal gekke nieuwe apparaten hebben en duur, maar de allergoedkoopste, skeerste tosti-apparaat, dat is deze, geloof ik. En dit ding is echt, oh my god, dit is niet normaal. Hij is zeker weten oké. Dit is niet omdat ik hiervoor betaald krijg, maar dit tosti-apparaat brengt gewoon herinneringen met zich mee. Want altijd op de basisschool, bij het middagverblijf, sommige mensen die gaan op de basisschool, gaan dan tussen de middag in de pauze naar huis. Maar mijn moeder was dan bijvoorbeeld overdag aan het werken, dan moest ik op school blijven en dan gingen we daar tosties bouwen. Dat gingen we altijd doen met zo'n tosti-apparaat. Dus ik heb hele goede herinneringen aan dat ding. En lekker dat die tosties zijn. Oh! En dan heb je zo'n beetje mayo, dan heb je een beetje een ketchup. En dan, oh, dan heb ik gewoon salami met kaas. Dan ga je zo een beetje roeren, zo een beetje door elkaar. En dan heb je van beide een beetje wat. En dan... Wow! Zo lekker! Dus die hebben we even uit de kast gehaald. Supergoed idee. En die moeten we vanaf nu ook een plekje geven. Gewoon in de keuken op het aanrecht. Zodat we hem gewoon niet meer vergeten. Want hij heeft te lang in een kastje onderop gezeten. En dat wil ik niet, want dit is gewoon weer te lekker. Ik was hem niet vergeten hoor. Ik was hem wel vergeten. Hij zit letterlijk hier in het zicht. In het zicht, het staat boven de koelkast. Ja, zie ik toch niet? Ja, maar wel gewoon echt precies in het zicht. Gewoon, hij stond daar, naast die EHBO-kit. Je weet, onze ooghoogte is dit, hè? Ja, en ik heb als je hier, ik nu heb weet hier, dat hij daar staat... Ik heb hier een petje voor, ik zie dat niet omhoog. Ja, je hoeft toch ook niet de glazen allemaal op het aanrecht te zetten, omdat je ze anders niet ziet en je anders niet gaat drinken. Die heb je toch ook in de kast staan? Oké, ik ben gedist. Je gaat dit dan nu toch niet... Weg jij! Ik vind Miron stom. In ieder geval, ik kreeg zojuist te horen van Nicky dat hij vandaag tijd heeft om de auto weer om te ruilen. Zijn Range Rover SV tegen mijn Lamborghini Urus. Dus dat gaat er vandaag gebeuren. Maar hij heeft visite. En laten we heel even kijken wat voor visite Nicky heeft. Nou jongens, totaal onverwacht kregen we in één keer hoog bezoek. Nou, we hebben hier Louis. Zo. Louis, wat doe jij precies voor werk? Ik ben fotograaf. Ja? Ja. Van natuurfoto's? Natuurfoto's, dieren, ja, van alles eigenlijk. Van alles. Ja, foto's van pinguïns. Ja, pinguïns. Hey, wat doen jullie precies, boys? Want jullie komen hier wel met bepaalde auto's aan. Die ga ik zo filmen. Maar als je nou jezelf mag introduceren, een Enzo, zijn vlog. Hoe doe je dat dan? Ik heb prijsvraag gewonnen, dus ja. Met de beste natuurfoto. Ja, en toevallig heb ik de auto van Enzo mee en komen er in één keer twee broertjes en zusjes aanrijden. Misschien ook wel de grote broers eigenlijk, dan rij ik in het zusje. Ik zal eigenlijk niet zeggen wie wat is. Maar ja, er staat hier een hele dikke Aventador S. Niet normaal. Ja, en dan staat hier nog een ander broertje. En dat is de Evo. Maar het leuke van deze Evo is dat hij 18-wielaandrijving heeft. Tenminste, heb ik me laten vertellen door Louis, de natuurfotograaf. Dat is de RWD, dus de nieuwe Evo. Nee, een hele leuke grap natuurlijk, maar Louis die weet al precies what's up met deze auto's. En hoezo hebben jullie deze auto's mee eigenlijk? Hoe, want hij staat op Italiaans kenteken. Deze komt van de fabriek uit Italië. Ja. En ik was uitgenodigd om erin te rijden. Oké. Okay. Ja. Welke maakt nou ook echt het allerdikste geluid? Ik denk dat het wel een goede volgorde staat. Ja? Dit het dikste is, daarna deze en dan de Urus. Laten we sorry, dat even... sorry Enzo, maar... Oké, okay. Kun je hem een keer starten jongens, is dat mogelijk? Nou jongens, laat de ref battle beginnen. Als allereerst de Urus van Enzo. 3, 2, 1... Oké, dan gaan we door met de Evo. De Aventador. Holy shit. Tering, hey. Wow.
Oké. Holy shit. Hey, Rick. Ja, doe nummer 2. Zoals jullie dus zien, ik rijd nog steeds in de auto van Nicky. En de auto's die jullie net zagen, natuurlijk de Urus, maar ook de Lamborghini Evo, of de Evo, en de Lamborghini Aventador. Oh, hele zieke wagens. En wat jullie ook wel hebben gehoord, is dat het geluid van een lage Lamborghini echt zoveel harder is dan van een SUV, van mijn auto. Het is alle drie heel erg mooi. De lage Lamborghinis zijn super overdreven qua geluid, maar ook dat heeft wat. En die voor mij is iets subtieler, maar ook nog wel hard. Het is ontzettend mooi weer. En ik was aan het rijden en ik keek eventjes in het weiland en het zag er zo vredig uit. En toen dacht ik van, oh, was ik op dit moment maar een schaap? Ja, ik weet niet waarom, maar dat had ik toch. Oh, daar zie ik mezelf ook wel even staan. Heerlijk. Lekker in het weiland, ja. Heerlijk. Die hebben ook geen zorgen, hè? Die zijn gewoon lekker schaap. Ja, zo ziet dat er wel uit. Ja. Gewoon heel vredig. Dus ik dacht echt gewoon van, stond ik daar ook maar eventjes als een schaap. Gewoon benieuwd hoe het is. Kan geregeld worden, hoor. Ik zou wel eens willen weten hoe het is om een dier te zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Wat ik net had, heb jij dat ook wel eens? En zo ja, welk dier zou je eens willen zijn voor een dag? Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie gaan reageren. Laat het weten in de reacties. En er zijn vast ook wel mensen die, hoe heet dat ook weer? Zo'n beest wat van die klauwen heeft en alleen maar hangt. Een luiaard. Een luiaard, ja. Of een koala, die hangt ook. Een koala, ja, maar een luiaard is volgens mij nog veel luier dan een koala. Ja. Die hangt gewoon zo. Sommige mensen doen al een luiaard na. Ja, in hun leven. Ik ben benieuwd of ze dan zoiets hebben van, nou weet je, ik wil graag een luiaard zijn. Ja. Ik kan gewoon lekker lui, lekker niks doen, lekker hangen. Blaadjes eten en voor de rest geen zorgen. Nee. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik zou wel een hond willen zijn. Ik zou wel willen weten hoe dat is. Wel een grote hond. Ja, Akita. Maar dan wel in een groter gezin. Met misschien andere honden. Zodat je doggy lekker kan worden genomen. Nee, dat je gewoon lekker kan klieren. Want een hond kan altijd klieren. Die doet gewoon toch altijd waar die zin in heeft. Ik weet niet, een verrustig leven, denk ik. Dat is toch wel iets om over na te denken, hè? Dat als je een dier zou zijn, wat zou je dan ook doen? Ja. Het is leuk als jullie achterlaten van, dit is het dier wat ik wil zijn voor een dag. Maar het zou veel leuker zijn als jullie gewoon een verhaaltje erbij typen. Van wat je dan zou doen. Wat ben je van plan dan? Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie gaan reageren. Ik vind het sowieso altijd leuk om reacties te lezen. Dus, en ik weet dat er ontzettend veel gezeurd wordt over de Q&A. Alleen ik weet niet, op een of andere manier heb ik niet het gevoel dat ik er klaar voor ben. Dat ik zoiets heb van ja, nu ga ik gewoon me openstellen voor die vragen. Maar ik weet dat ik het moet doen, omdat sommige mensen gewoon echt geen geduld meer hebben. Dus ik snap het echt, geloof me. Maar goed, het is ontzettend mooi weer en we zijn eventjes op pad met de wagen. En we hebben wat meegenomen als verrassing. Met de wagen? Met de wagen, ja. Maar als je iets een wagen kan noemen, is dit het wel. Kijk dan wat voor beest van een wagen dit is. Oh, ik hoor ze. Ze zijn in het zwembad. Oh. Zo. Hey, bommetje! Ik zou het vallen. Gadverdamme. Hey, thanks. Niet normaal, hè. Je zou maar een zwembad in je huis hebben. Dan kan je gewoon altijd zwemmen wanneer je wil. Niet normaal. Ook al moet ik zeggen, zwembad in je tuin is leuk, maar dit... Dit is mijn merk, hè. Hoppa, dikke chandeer, dames en heren. Ik ga hier maar eens even lekker op zitten. En ik wil graag even een terugblikje doen naar het moment dat ik meedeed, mijn deelname aan Stuk TV jachtseizoen, dat ik ging stoppen omdat ik zo'n apparaat zag. Wow, wacht even. Marvin, stop hier. Nee. Wow, moet je eens even kijken. Dikke chandeer. Dat is een mooie trekker. En daar zijn echt heel veel reacties op gekomen. Dat ik ging stoppen tijdens jachtseizoen omdat ik een John Deere zag. Ja, ik weet ook niet waarom, maar ja, ik heb het al heel vaak gezegd. Maar ik wilde gewoon echt iets leuks neerzetten. Los van dat ik wel wilde winnen, wilde ik gewoon echt iets grappigs, iets leuks neerzetten. Maar dat is gelukt. We hebben gewoon het record verbroken, dames en heren. Dus shout-out naar alle fans. Ontzettend tof. 1,6 miljoen views in 48 uur tijd. Het is gewoon een record, een online record op YouTube. Super vet, echt ontzettend sick. En ik kan het gewoon niet geloven. Meer dan 100.000 likes, het is echt absurd. Hoi joh, hoi joh. Oh, hij stond net in de tuin. Wow, moet je kijken hoe droog dat eruit ziet. In één keer zo'n kraan voorbij. Yay! Yay, Mickey Mouse, kom maar mee, Mickey Mouse.
Ja, maar jij is stout geweest. Hier ga je nooit meer gevonden worden. Gooi zo naar beneden. Nee. Ben je hier al een keer beneden geweest? Nee. Wil je het laten zien, Mila? Ja? Sorry. Dit is echt cool namelijk. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik heb dit wel een keer gezien. Dit is echt de droom voor kinderen. Is dit een Oyo? Wat is dit? Ja, dit is een speelkamer. Ruimen jullie nooit iets op of zo? Nee, Luciano maakt rommel. Ja, zeker iemand anders de schuld geven. Ja, Luciano doet dat. Jeetje, dit slaat toch even nergens. Kijk hoeveel speelgoed, hè. Nou, ik heb een goede afspraak, Milana. Want jij krijgt pas één dat alles is opgeruimd. Doei! Doei! Ik ga mee. Nou, die is opgeruimd. Hey, betrapt? Heb jij hier gepoept? Heb jij hier gepoept? Ja, Mickey Mouse moet ook poepen, hè? Echt wel? Ja, Mickey Mouse moet ook poepen. Ik heb gehoord dat Mickey Mouse zulke grote trollen laat. Grapje toch? Hey, daar hebben we Myron! Hebben we Myron! Oh mijn god, Myron! Wow! Hey Gio, even onder het rokje kijken. Grapje toch? Hey Myron, high five! Yes! Nice! Yo, baas! Oh my god, check dit mensen. Ja, jullie zullen je vast afvragen waar ben je in hemels nou beland en zo. Maar we zijn in een speelparadijs. En hier gaan we gewoon even mooi klooien. Ik bedoel, kijk wat we hier hebben. We hebben allemaal speelgoed en we kunnen gewoon weer even teruggaan in de tijd. En weer even lekker speels zijn en gewoon mooi klooien. Dus wij gaan hier even een mooi parcoursje afleggen en we gaan er mooi gebruik van maken. En dat lijkt me echt lachen. Ja, we gaan! Ja, dit wordt lachen hoor, dit wordt lachen. Schoentjes uit, gaan we. Die is lachen. Oh, ik red het niet! Ja, zij wel weer hoor. Red jij het, Marvin? Ja. Ook nog maar net! Marvin! Je moet me een hand geven! Ja, of een voet, dat mag ook. Ja! Oh, dit is echt puur vertrouwen, hè? Myron! Nee, ik heb je nog! Ik ben op de dansen. Ja, we zijn ik ben niet klaar! Moet je camera pakken, Oh shit, wat is dat? Gooide jij die nou? Weet toch ook een eikel? A few moments later. Oh god, Myron! Myron! Hou de aanloop! Ja! Einde. Oh, nou, ja, hè? Oh, oh, oh! Enzo, die meen je, pak die paal, pak die paal, pak die. Hij wil mij mee hebben! Oh, hij wil jou mee hebben! Ja! Ja, Enzo, nou moet je even rennen hoor! Hey. Pak die paal, pak die paal! Ja, maar nu heb ik mijn sok uit. Ja, dan is het cheat. Weet je hè? Hoeveel het scheelt? Zo, ik ruik het, man. Nee. Ik ben nu al helemaal kapot. Is het zo erg? Ik ging wel even lekker schuren, zeg je dat? Gooi maar! Hey! Kan een van jullie een dab? Een dab? Oh! Ja, ik loop hem naar beneden. Oh! Waar heb je buik hiervan? Oh, Turken! Nou, ze deden gewoon een korte Turk-sessie. Oh, joh! Waar had je hier op? Hey, oh, het is hier hoor! Kijk uit! Myron liet je iets schrikken. Je hebt daar iets van een klapdeur of zo en daar stond ze achter. Oké, we gaan via hier gaan we naar beneden. En het is echt chill dat ik mijn sokken uit heb, hè? Want nu heb ik eindelijk een beetje grip. Kijk, dit is de deur waar Myron achter stond. Oh, hier ga ik overheen rollen. Ja, kijk, daar kan je vast in zitten. Dit schijnt heel goed voor je rug te zijn. Oei, jammer.
Oké, we gaan door de tulchain hier zo. Ja. En want daar is de kunst dat je je laat vallen in één keer van boven naar beneden. Echt? Door van dit soort touwen. Oh mijn god. Ja, dat is wel vet toch? Ah! De bedoeling hiervan is dat je allemaal van die touwen hebt en dat je je laat vallen en dat je in één keer beneden bent. Doei! Doei! Ik ben beneden! Oké, nu ga ik... Dat jouw dikke reet erdoor komt, joh. Nou, ik denk... Eén stukje wel echt snel. Ja, jij ging wel hard. Nee, zo. Nee. Ik zag al Don net naar boven rennen. Hey. Oké, welke wil je zijn? Blauw of oranje? Blauw? Ja. Oké. Alsjeblieft. Dit, dames en heren, vind ik een van de leukste dingen om te doen. Air hockey. We hebben hier de tijd. 5 minuten. We gaan eens even kijken of we Myron kunnen verslaan. We kunnen allebei niet zo goed tegen ons verlies. Dus Myron, zet hem op. Oh. Oké, dat is 1-0 voor Myron. Komt goed jongens. Let op. Nee! Eigen doelpunt. Oké, 2-0 achter, maakt niet uit. Ook een eigen doelpunt. 2-1. Dat geluid is echt geniaal. Alsof er de hele tijd wordt aangebeld. Ik wou net zeggen, je bent eerder met jezelf aan het spelen dan met mij. Ah, hoppa. Oh. Hoppa. Oi. Ik heb de smaak te pakken, mensen. Ik heb de smaak te pakken, ik weet het ook niet, Myron. Oeh, die was paal. Oh, lekker. Oh, die was hard. Je bent alleen maar met jezelf aan het spelen. Oh my god, wat gebeurde hier? Jij hebt die alleen maar in het midden. Jij hebt niks met deze. Nee, klopt. Ik verdedig gewoon in het midden hier. Oh nee. Ja, mag ik nu weer terug? Dankjewel. Het is wel mooi als je op die manier scoort. Bij mezelf. Met mijn verkeerde hand, wat ben ik allemaal aan het doen? Hoppa! Ik snap niet hoe, als jij hem niet in het midden houdt, jij hem maar niet van jou kan scoren, maar mij wel. Ja, ik weet het ook niet. Die ging te snel. Oh, bijna een eigen doelpunt. Oh, die was lekker. Het is voorbij. Tijd is voorbij. Uiteindelijk de score 14-7. Maar je hebt niet verkeerd gedaan, want ik doe het echt heel vaak. Ik heb geen woorden voor. Geen woorden voor. Ja, ik heb wel. Staat hier, knolpower. Zo, ik heb die ook. Ja, maar die van jou is nep. Nee, grafje. Hé, Shahid. Ik daag jou uit. We gaan het als volgt doen. Moet nog even rusten. Als ik win, krijg ik een dag jouw performante. En als jij wint, krijg je een dag mijn jongens. Hey, dag. Oké, is goed. Ja? Ja. Je doet het echt. Ja? Oké. Hij staat erop, hè. Gaat ie. Ik investeer al, hè. Over mij. Oké, daar komt hij. Ik leg hem in het midden. Alles gaan we eerlijk doen. Ja, echt hè? Een dag in jouw performance. Nee, echt. 100%. Ja? 100%. Oh ja. Ik moet een beetje die oeris is vandaag
Ja, dus eigenlijk moet er nog iets bij. Ah, vis hebben. Knop aan onderbroek. Oké, okay, daar gaat ie. Met een lange bed tot 5 minuten. Ja. Oh. Eén uur achter, bang ja, bang ja. Hij is zo gestrekt. Hij ligt letterlijk hier, zijn ding. Die was zo snel. Opa! Waarom gaat het zo snel? Wat? We scoren in de tijdbouw. Hey, hoe kan dit? 5-5. 6-5. 6-6. Dit is minimaal. Oh my god. En Shahid en ik wel zeker weten. Echt heel fanatiek. Ik zweet me ook helemaal kapot. Maar Shahid is ook iemand die jou kan uitdagen. En dat is ook wel echt leuk. Zeker, ja, dit was op hetzelfde level. Ja. Het was echt vet. Oh my god. Maar hey, binnenkort wel mooie content met de performanten. Dan gaan we met de performanten gaan we even bij dat in de streetterrein. Gaan we even die heuvels pakken en zo. Dat wordt echt vet. Zandvlakte. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel mooi lekker hard rijden. En zo, heb je gewonnen, jongen? Yes! Myron in het klein. Myron! Yes! Mag ik! Hij heeft gewonnen. Hey! Cute. Ja, heel schattig. Zo. Lekker even zweten. Oh, heerlijk. We zijn gewoon allebei blij dat we niet hebben verloren.
Maar we hebben ook niet gewonnen. Dus... Nee, maar dat is prima dan. Dat is prima. Dames en heren, we gaan nu laser gamen. We gaan een potje free for all doen. Dus dat betekent ieder voor zich. En ik ben heel erg benieuwd wie dit potje laser gamen gaat winnen. Ik heb gelukkig een wapen waarin ik een knopje niet hoef in te drukken. Normaal gesproken moet je namelijk een knopje indrukken en kan je dan pas schieten. Maar aangezien ik twee wapens heb, namelijk één is dit en twee is de vlogcamera. Dus ik ga op deze manier lopen, zodat jullie gewoon alles kunnen zien op film. En kunnen zien op wie ik ga schieten. Tenminste, ik hoop dat ik wat ga raken. Want als ik iemand raak, dan heb ik een punt. Hoe lang duurt één potje? 12 minuutjes. 12 minuutjes. Oké, dan gaan we nu beginnen met laser gamen. Ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Oké, daar gaan we, dames en heren. De muziek staat aan. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, daar gaat hij, dames en heren. We zijn begonnen. Oké, doe met mij mee. Ik weet niet hoe je mee kan doen, maar doe met mij mee. Let's go! Ja, ik heb iemand geraakt. Ik heb Don geraakt. Bitch! Pow, 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 pow! Oké, er komt hier wel iemand langs. Hey! Zo, dit is moeilijk, hé, met zoveel mensen. Hey, Myron! Als hier iemand komt, dan ga ik hem schieten. Ik zie hier iemand. Ja, Gio! Ja, ik heb je! Je moet wegrennen, ik heb je geschoten! Dames en heren, ik ga campen in een hoekje. Ik ga campen in een hoekje en ik ga proberen mensen die langs lopen te schieten. Hey! Oh mijn god, ik heb gewoon iemand geraakt vanaf hier. Ja, 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 ik heb iemand geraakt. Oh, hier weer iemand. Oh. Ik zat jou de hele tijd te schieten. Ik zat op te kijken, maar ik kon niet vandaan. Hey, oh! Ik had jou! Oké, dat was hem, dames en heren. Laten we even naar de balie gaan en kijken wie de meeste punten heeft. Ik denk ik niet. Oké, dames en heren. Chris die heeft de uitslag. De man van de goede of slechte berichten. Ik weet het niet. Redelijk goede berichten. Nummer 7. Je kan een minscore halen. Dan moet je meerdere keren afgeschoten zijn dat je zelf hebt afgeschoten. Oh, wie heeft dat? Ik denk. Ja? Nummer 7 is geëindigd met min 175. Min 175? Je vader, Shahid. Ah! Is hij zevende? Jij wist het al, hè? Nee, joh. 105. Je bent laatste. En wie is de zesde? Nummer 6. Hey, besef gewoon, hè, ik had één vlogcamera in mijn hand en de andere het wapen. Ja, hè? Jij zit de hele tijd ding. Oh, ja, Enzo. Je hebt je camera ook voor je ding, hè? Ja. Ah, hou je mond. Ja, cheater. Ja. Maar heb je een kaartje weer terug op mij? Oké, blijkbaar was mijn vlogcamera letterlijk een tweede wapen. Dus ja. Hey, misschien ben ik wel top 3. Oké, wie is zesde? Nummer 6, dus jij had min 175 punten. Nummer 6, met een score van 1475 punten. Hoe? Wat een verschil. Don. Woi, zesde. Ik heb tenminste niet min. Het gaat van min 175 naar plus 1400. En wie is vijfde? Nummer 5. Ik kan echt niet, hoor. Okken. 1875 punten. Hoeveel? Hé, prima. 1875. Hé, maar ik ben echt benieuwd wat dit gaat brengen. Zo, hoe erg heb je het lijst in je mond, jeetje? Gio is ook nog niet geweest, hè? Nee, Gio. Hé, je gaat gewoon top 5 in. Nummer 4 met een score van 2525 punten. Oh, wacht even. Enzo. 7, 6, 5. 5. Vierde. Ben ik vierde? Vierde. Mijn lievelingsgetal. Hey, hoppakee. Ik vind 4 gewoon dikke vette prima.
Nummer 3. De podiumplekken. Oké, okay, we hebben hier Ben, Myron en Gio. Wie is nummer 3? Nummer 3 had een score van 3475 punten. Nummer 2 had een score van 4475 punten. Nummer 1 had een score van 6325 punten. Zo is het. Niet normaal. Wij denken allemaal Myron, eerste. Nummer 3. Gio. Lekker Gio! Hey, ga maar staan, daar, daar! Nummer 3. Hé, hey, dat is top, man. Dat is goed. Okay. Ben en Myron. Nummer 2 had een score van 4.500, hè? 4.475. Nummer 1 een score van 6.325 punten. Wow. Wat denken jullie zelf? Wij denken dat Myron heeft gewonnen. Myron? Dat is heel lullig en zo zit ernaast. Ben heeft gewonnen! Wow! Hey, Gio, ga erbij staan. Hey, hij is de grootste ook. Hij is de grootste en breedste van allemaal. En hij is eerste geworden. Dat is wel knap, hoor. Veranderd nog, Ben. Hè, oude winnaar. Hey. Hey, we zijn gewoon tweede geworden. Ja, best goed, toch? Ja, supergoed. Ja. Oh, trots op je. Thanks. Ik ook op jou met één hand. Toch vierde, hè? Ja. Bijna podium. Oeh. Maar vier is wel de meest vervelende plek om te hebben. Nou, net buiten de prijzen. Nou ja, ook al ben ik net buiten de prijzen, toch heb ik een hele leuke avond gehad. En ook dag. En hopelijk jullie ook. Als jullie zoiets hebben van, hey, Enzo, wat een vette crewneck heb je aan al de hele dag van Knolpower. Deze staan op knolpower.nl. Dus mocht je het willen hebben, check die website. En ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knolpower!